Ik kreeg de vraag van Dave wat de beste smartwatch voor het sporten is. En daarom deze video, een vergelijk van smartwatches, dan niet zeg maar voor het dagelijks gebruik, maar puur voor het sporten. Ik kies ze dan voor het hardlopen, dat is eigenlijk mijn hoofdsport, maar ik ga ook graag fietsen en schaatsen. Dus ik zal de smartwatches, de nieuwste, gaan testen bij het sporten. Ik zal er gewoon mee doen wat ik normaal met een hartslagmeter ook doe. Dus dat is door weer en wind, zweet, maakt me niet uit. Want ik vind eigenlijk een smartwatch moet gewoon duurzaam zijn. Ook al is hij vaak duurder dan een gewone hartslagmeter. Als ze echt pretenderen om ermee te kunnen sporten, ga ik dat ook echt testen. Dus ik ga ze gewoon kopen zo snel ze er zijn. En dan ga ik er gewoon mee sporten. Ik ga ze uittesten, kijken hoe het bevalt. Wat de voordelen zijn, wat de nadelen zijn. Deze nieuwe Samsung Gear S smartwatch is een mooi apparaat. Omdat je dan eigenlijk niet echt meer een telefoon nodig hebt. Omdat het eigenlijk zo groot is dat je het echt kunt bedienen. Dus niet alleen dit lezen of erop klikken en een beetje scrollen. Maar ook echt een berichtje typen en mensen bellen met de Samsung Gear S. En je ziet hier ook de icoontjes zodat je er gewoon doorheen kunt. Dus kun je er ook gewoon echt alles mee doen en je kan ermee hardlopen. Maar goed, er zijn natuurlijk veel meer alternatieven van smartwatches om mee te gaan sporten. Ik ga met de LG, met de Asus, met de Apple, maar ook met de ouderwetse hartslagmetermerken zoals Polar en Garmin. Ik ga ze gewoon vergelijken met elkaar en naast elkaar in de tabel zetten. En gewoon ook jullie mening vragen, zodat we gewoon de beste smartwatch continu bovenaan hebben kunnen staan. Mocht je dit zien in YouTube, zal ik de link van die test onder deze video zetten. En ik hoor graag wat jouw beste smartwatch is voor het sporten dan.